En bij Joke in Slagharen was ook de wildwaterbaan favoriet. En tenslotte de Efteling. Daar koos Rutger het spookslot. Wauw, dit is echt veel cooler dan het Sprookjesbos. Hey, gaat hij goed? Kijk, kijk, daar zit hij, nummer 17. Ja, hij moet 5 veranderen. Hij moet even naar voren. Moet je nou weer een gulden erin gooien of niet? Als je eenmaal de toegangsprijs hebt betaald, dan mag je overal in. Maar tot onze stomme verbazing ontdekten we dat je voor sommige attracties en spelletjes ook nog moet bijbetalen. Wat? Hij is afgelopen. Alweer een gulden? Ja. Nou, zeg. En dan heb je die gulden betaald om een keer de boten te besturen in de Efteling. Dan gaat er iemand voor staan. Nou, jeetje. Wil je in Duinrel op de botscooters, dan moet je er net als bij het botenspel in de Efteling per keer een gulden voor betalen. Nou, ik vind het wel leuk, maar ik vind het niet zo leuk dat je nog eens extra moet gaan betalen. De ingang hebben we toch al betaald? En blijf je langer dan 2 uur in het tikibad, dan moet je 3 gulden per uur bijbetalen. Fleur betaalde in Hellendoorn voor dit ballenspel maar liefst 5 gulden. Een hele zak geld van een week. Maar gelukkig wist ze een bal te raken en won ze een prijsje. Chester betaalde voor de spelletjes die hij in Six Flags Holland speelde per keer 5 gulden. 3 keer goed, hè? Past hij er wel doorheen? Nou, Chester, je allerlaatste kans. Deze moet er wel in, hè? Doe je best. Wel ja. 20 gulden voor 4 spelletjes. Bij elkaar nog geen minuut zuivere speeltijd. In Slagharen kosten alle bal- en schietspelletjes 1 gulden. En Joke stapte voor die gulden liever in deze raceauto. Rij nu maar! Vanzelfsprekend moesten de kinderen op deze dag ook een paar keer naar het toilet. Maar gelukkig hoefden ze geen kwartjes mee te nemen. Want in alle 5 pretparken zijn de toiletten gewoon gratis. Soms moet je even wachten als je ergens in wil. En dat geldt zeker voor topattracties. Nou, dit is bijvoorbeeld zo'n topattractie. Er staat helemaal niemand te wachten. Maar in sommige parken wordt je geduld wel erg op de proef gesteld. Files op de snelwegen. Files voor de kassa. Lange rijen voor de attracties. Wachten om ergens naar binnen te kunnen. Tweede paasdag was het weer zover. Maar hoe verging het onze 5 testers een dag eerder? Eerste paasdag. Het was druilerig in Hellendoorn. Misschien hebben we daarmee mazzel. Vrijwel nergens daar rijden. Fleur moet alleen wachten bij de Canadian River. Slechts 4 minuten. De Efteling is berucht om de lange wachttijden, maar ook hier viel het mee. Rutger stond slechts 6 minuten voor de topattractie Vogelrok. En 13 minuten voor de Python was ook nog wel vol te houden. Duinrel. Een van de attracties daar heet de Waterspin. Gaan we erin, Nathan? Nou ja, ik denk het wel. Staan we lang in de rij? 2 minuten. Uiteindelijk werden het 7. Niet echt veel. In Slagharen wordt je geduld al iets meer op de proef gesteld. Hoewel het nog steeds meevalt. Ik heb helemaal niet lang in de rij hoeven te staan. Alleen nu. Het reuzenrad, de eagle, het circus. En je hoeft nergens te wachten. Slagharen, de leukste dag van het jaar. Wie de reclame van Slagharen gelooft, komt bedrogen uit. Want bij de Looping Star stond Joke 8 minuten in de rij. En bij de Wildwaterbaan 15 minuten. Maar het kan nog erger. Six Flags Holland. Extreem lange wachttijden zijn geen uitzondering. Bij de Robin Hood bijvoorbeeld. Laten we dan maar straks doen, anders ben je over 3 uur nog niet klaar met wachten. Bij de Robin Hood dus. Chester overdreef een beetje. Het was maar 90 minuten. En ook bij de Space Shot stond Chester 90 minuten in de rij. De Crazy River was een makkie met maar 30 minuten. Maar de Superman spande de kroon. Daar kon je paaszaterdag, hoe we er toevallig ook waren, wachten tot Sint-Jutemis. Want aan deze achtbaan moest vaak worden gesleuteld. Ja, nu schijnt de zon volop. Op onze testdag, eerste paasdag, heeft het behoorlijk geregend. En kan je je dan nog een beetje vermaken in zo'n attractiepark als het nat weer is? Toproeier, hè?
In alle pretparken worden in ieder geval dagelijks enkele theater- of filmvoorstellingen gegeven. Zoals de Batman Show en Six Flags. Leuk! En het Video Stuntheater in Slagharen. Ik vond hem heel stom. Omdat je nu niet op een weg rijdt en dan een wat kronkeltjes maakt. Dat kan ik ook wel filmen. Zijn er naast shows ook nog overdekte attracties in de parken? Fleur wist droog te blijven bij het lasergamespel in Hellendoorn. Blijf allemaal. Eerste raak. Levensgevaarlijk in de tweede raak. Maar omdat ze niets begreep van de uitleg bij het spel, wist ze niet wat ze moest doen. Verder biedt het park Hellendoorn net als Six Flags weinig alternatief als het slecht weer is. Chester ontvluchtte de regen door een ritje te maken in de botsautootjes. In Slagharen kun je schuilen tussen de cowboys en indianen in het onlangs geopende Wild West Adventure. Joke vond het een mooie, maar een beetje trage attractie. In Duinruil is er onder meer deze overdekte draaimolen voor kleine kinderen. Maar natuurlijk is bij slecht weer het tikibad de grootste uitkomst. Papier hier. Papier hier. In tegenstelling tot de andere parken zijn de meeste topattracties bij de Efteling juist overdekt. Zoals de Villa Volta, Droomvlucht, het Spookslot en Fata Morgana. Je kunt dus met regen toch nog een leuke dag hebben in de Efteling. Als je geluk hebt, dan is het prachtig weer, is het niet druk en werkt alles zoals het behoort te werken. Maar zoveel mazzel had ons testteam niet. We gaven Rutger in de Efteling de opdracht de EHBO te zoeken. Ondanks de bordjes was de eerste hulp nauwelijks te vinden. Hij zocht meer dan 10 minuten. De Efteling laat ons weten dat nog niet alle bordjes waren teruggeplaatst. Dat is inmiddels gebeurd. En de ingang van de EHBO wordt voortaan aangegeven met een witte vlag. Voilà. Voilà. Tegenwoordig heet Ponypark Slagharen Attractiepark Slagharen. Geen ponies meer dus. Maar omdat op sommige borden nog steeds Ponypark Slagharen staat, ging Joke toch maar op zoek naar haar lievelingsdieren. Weet u misschien waar de ponies zijn? Ponies, die zijn er niet meer. Oh. Ze zijn weg. Volgens een woordvoerder zijn de ponies al jaren weg, omdat deze niet meer in de nieuwe formule passen. Tijd om ook nieuwe borden te plaatsen, lijkt ons. Dan de 1001 nachtattractie. Veiligheid gaat voor alles, dus wordt men goed vastgeklemd. In dit geval iets te goed. De beugels blijken veel te strak, wat een pijnlijk ritje oplevert. Het park heeft ons beloofd dit probleem te gaan onderzoeken. Hellendoorn. Fleur komt erachter dat niet alles blijkt te werken. De ballenspuitmachine weigert dienst. Het is geen bal, Fleur. Geen bal. Volgens het park was daar de stroom uitgevallen, dus jammer maar helaas. Dat bleek ook het geval te zijn bij de superglijbaan. Buiten gebruik. Dit keer bleek het weer de spelbreker. Bij regen is deze attractie volgens het park te gevaarlijk. Het net geopende Six Flags Holland is nog niet helemaal af. Ook met de attracties die wel klaar zijn, ging lang niet alles goed. Pas zaterdag viel de gloednieuwe Superman-achtbaan uit. De passagiers moesten bevrijd worden en de wachtenden konden weer rechtsomkeerd maken. Ook de Crazy River had kuren. Meerdere malen bleven de boomstammen minutenlang in de baan stil liggen. Six Flags Holland wijt de problemen aan computerstoringen. En niet alleen de attracties hadden storing, ook de kassa's. Gevolg zeer lange wachttijden voor de ingang van het park. Ten slotte de bewegwijzering. Die ontbrak. Dus attracties bleken moeilijk vindbaar. En wat is dan het heren- en wat is het damestoilet? Inmiddels heeft het park de wc's voorzien van bordjes. De bewegwijzering is in de maak en het blijft voorlopig dus nog even zoeken in Six Flags Holland. En dan Duinruil, een bezoekje aan het toilet. Moet je dit eens zien? Een uur later zat het er nog. Volgens het park zijn die wc's op paaszondag misschien niet goed genoeg gecontroleerd. In de toekomst wordt dat beter bekeken. In alle pretparken zijn winkels waar je iets kunt kopen voor thuis.